Hallo mensen van Banyantown, welkom bij een nieuwe video in de Banyo Studio. Vandaag hebben we niet een mooie krant, vandaag heb ik meegenomen The Girls. The Girls, oh dat is een intense magazine. Dat is echt een intense magazine, ik moet toegeven. Voor mijn fanmail zijn er ooit echt een stuk op 20 gestuurd en ik heb ze bijna allemaal doorgebladerd. Serieus? Want ze hebben altijd zo'n sextalk gedeeld en dat is hilarisch. Als je wil lachen, dat. Wow. Kijk, hier had ik iets. Oh ja, dit is over een nieuwe app. Iedereen kent Tinder wel, de app waar je foto's kijkt en als je dan allebei ja zegt naar elkaar. Like die bitch. Heb je wel eens gehoord van Love Potion? Harry Potter zit ik aan te denken dat je elkaar... Nou, dit is een app, het is best wel grappig. Je moet 7 minuten met elkaar praten. Je wordt dus met een willekeurige persoon gewonnen 7 minuten praten. En terwijl je praat, wordt langzaam de foto van die ander scherp. Dus eerst praat je gewoon, hé, hey, alles goed, bla bla bla. Maar dan weet je dus totaal niet hoe die eruit ziet. En pas gedurende het gesprek weet je hoe die persoon eruit ziet. Dus, vet. Terwijl Tinder is juist puur op het uiterlijk. En Love Potion is eigenlijk puur op het innerlijk. Of misschien zelfs op het einde dat je dan pas weet hoe die persoon eruit ziet. Slim, dat is wel heel gruwelijk. Ja, dat vind ik wel leuk. Dus hier dat ik omcirkel, dat Love Potion app. Ja, ik zou je dus zeggen, ik hoorde van de week ook een verhaal gewoon. En dat was ook een dude en die had via Tinder een chick geregeld. Die chick kwam naar zijn huis toe en die chick had allemaal foto's gemaakt op Tinder zo van bovenaf. Zo, weet je, heel dik. Ja, ja, eigenlijk wel, dat was de clue. Dat die deur ging open en er zat er... En die dacht, oh wat erg voor die jongen. Uiteindelijk, die gast heeft wel gewoon een blowjob gekregen en de chick ging naar huis. Dat was het verhaal. Dat was het verhaal, meer dan dat was het ook niet. En het is zo belachelijk mooi eigenlijk, Tinder, als je ziet wat voor ordinaire vleeskeuring het is. Waar ja, iedereen eigenlijk wel. Hebben. Ik had dus ook heel zo gelezen, de meeste mannen op Tinder, die zijn er gewoon puur om te batsen eigenlijk. Ja, sowieso. Hallo, aangenaam Bardo. En wat ben je er als vrouw dan? Wat zit je daar als vrouw dan te doen met al die mannen die willen batsen? Kom je daar voor een gezellig gesprek of wat? Ja, weet je, ik blijf erbij. Ik denk dat heel veel vrouwen ook gewoon willen batsen, hoor. Dat is, aan het einde van de dag, daar gaat het ook om voor heel veel vrouwen. Het is niet alsof daar een soort alleen maar mannen is. Maar ze ontkennen het gewoon graag. Ja, ik denk dat heel veel vrouwen het heel graag niet kennen. Terwijl voor ondertussen... Ja, welke dat je had meer ge... Nee, dat was alleen van de Love Potion app. Hier, de confessions. Oh. Niemand mag dit weten. En ik heb 3 confessions, dat vond ik wel leuk. Ik had hier dat ik op mannen val van rond de 40 jaar, terwijl ik zelf pas 18 ben. Oké. Okay. Ja, dat is toch zo'n waardeloze. Het is echt alsof zij denkt dat ze uniek is. Ik vraag me ook af, wordt het echt ingestuurd? Dit kun je zo verzinnen. Het zijn zo'n cliché dingen. Dit is ook echt een schletterig iets. Ze sluiten hem ook af met XOXO oudere mannen lover. Dit kunnen ze gewoon zo verzinnen. Bij de redactie, blubble, ik hou van oude mannen, blubble. Nou, maar weet je wat is die van oudere mannen? Dat is ook gewoon normaal. Oudere mannen zijn sexy, kom op. Ja, laten we eerlijk zijn, neem maar Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp. Het is ook zo dat alle vrouwen, die worden, naarmate ze ouder worden, worden ze lelijk en gaan ze versleten, worden ze kut. Ja. Mannen, die krijgen een baard en die worden oud en wijs en slim en zien er... Nee, ik denk dat je als man wel je top hebt op je 30ste misschien, dat je dan... Ja, tussen je 30ste en 40ste. Ja. Maar niet op je 40ste, zoals dit meisje wil, dan ben je net niet. Nou ja, het zou pas ziek worden als ze zegt mannen boven de 60. Oké, dan begint het raar te worden. Dan begint het raar te worden. 40 is dat ik denk, ja, oké. Als je 18 bent... Ja, oké, ik snap hem wel. Toevallig mijn oom, die heeft ook een vriendin. Mijn oom is 53 en hij heeft een vriendin van 24. Damn, son. Ja, goed gedaan. Applaus. Wat heb je nog meer? Ik heb nog 2 confessions. Deze vond ik gewoon echt heel raar. Dat ik helemaal gek ben van Pokémon. Ik speel de spellen super vaak en vind de rare beesten heel leuk. Zo is het bij me geen fan van Pokémon, anders noem je ze geen rare beesten. Maar laten mijn vriendinnen het maar niet horen. Kus Pokémon fan. Ik heb zat meisjes die fan zijn van Pokémon. Ik ook. En dan kom je anoniem in de girls om te zeggen, ja, ik vind het leuke beestjes. Nee, maar nee, kijk, dat je anoniem de girls daarover mailt, dat is al triest genoeg. Kun je beter Patty Brak mailen. Maar ik vind nog erger dat er dus iemand is geweest op de redactie van de girls, die heeft gezegd, ja, oké, okay, fuck it, die kan er wel in. Hoezo is Pokémon nou in één keer? En weet je waar die dan naast staat? Die staat naast dat ik op een feestje van een vriendin gezoend heb en verder ben gegaan met 2 boys. Ze heet altijd boys in dit soort blauwe towns. Terwijl ik een vriendje heb. Ik heb er hier spijt van, maar aan de andere kant heb ik wel een hele leuke avond gehad. Ja, weet je, can't argue that. Ja, ze heeft een leuke avond gehad. En één ding wat ook gewoon boven water staat, ze heeft een gratis warme maaltijd binnengekregen. 2 gratis, van 2 boys. En via 2 lipjes ook gewoon, 2 mondjes. Nou, dat is toch even, laten we eerlijk wezen, normaal die vriend van haar die kan dat misschien niet doen. Dus ja, ik zou zeggen, wees blij met jezelf. Het zijn echt trieste, rare dingen. En ik vind ook oprecht dat wij mannen noemen wel vrouwen, die noemen wij dan chicks, lekkere wijven. Maar dat vind ik nog een compliment, je bent een lekker wijf. Alleen boy. Ik wil echt geen boy zijn. Ik ben een beetje boy. Ik ben toch geen fucking nicht. Kom op.
Je gaat jongens niet boys noemen. Weet je? Boys klinkt al beter, maar als je één jongen een boy noemt, dat klinkt zo nichterig. Ik voel me een beetje alsof ik, ja, alsof ik uit de Backstreet Boys ben gestapt. Ja. Ik ben de Backstreet Boy. Zeker weten als Banjotown in de gaten houden. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze spiksplinternieuwe Banjo Studio video. Bedankt voor het kijken. Rick, ik wil graag ook de girls bedanken voor om mijn leven te beteren en mijn inzichten te geven over de vrouwen. En ja, leuk dat jullie ons boys noemen. Stop ermee. Wat is dan een betere benaming dan? Mannen. Gewoon mannen. Mannen. Mannetje. Mannetjes. Laat in de reacties hier beneden weten hoe jij het liefst genoemd wil worden als je een man bent. Een jonge man, vriendje. Boy. Een boy? Tata, ik weet het echt niet. Maar gewoon geen boy, kom op. Oh, jongens, geef vooral een groen duimpje, abonneer hier beneden. Rick, bedankt voor meedoen en tot de volgende keer.